overlopend, gulpend, uitgestulpt. Door de malaria van het verlangen. De malaria van het vlees. De malaria van de droom. Wel, de titel was er eigenlijk voor ik het goed wist wat de echte inhoud zou zijn van het stuk. Ik wilde absoluut een rijpere man, dus tussen de 50 en de 60, confronteren met een jongere vrouw. Hij heeft het eigenlijk met onzin in zijn achterhoofd geschreven. Dus het is echt wel de bedoeling dat wij dat dan speelden. En het is fijn om te doen. Hij heeft onze stemmen vooral in zijn hoofd gehad, zei hij, geloof ik, een keer. Ja, dat kan. Je hebt dus twee mensen, die man en die vrouw, en die hebben een contract. En we komen langzaam te weten wat dat contract is en hoe ver dat gaat. Waarbij je de vraag kunt stellen, wat kun je eigenlijk vragen aan een ander mens? Wat is moreel verantwoord om te vragen? Kun je iemand vragen om een bepaald ding te doen of niet? Het wordt wel duidelijk wat het contract is natuurlijk. Hè. Tijdens de voorstelling, tijdens de voorstelling denk je, dat hebben ze afgesproken. Mm-hmm. Zij komt met een vraag en die vraag die is heel duidelijk op een gegeven ogenblik. Ja. En die vraag is zo essentieel, zo uniek, zo wezenlijk, zo menselijk. Gaat zo over leven en dood. Dat ze eigenlijk afspreken om een soort anonimiteit ook daarvoor op te zetten. Ik denk niet dat ik of dat jij nou heel erg bezig bent met het spelen van een figuur. Absoluut niet. Nee. Dus wat doe je dan? Luisteren naar hoe ik het zeg en hoe jij het zegt. Ja. Luisteren naar elkaar. Dus het is vooral een luisterspel. Luisterspel. Ja, ja. Een poëtisch, literair luisterspel. Met, denk ik, ook een mooie choreografie. Soms denk ik ook wel eens aan dans. Ik ben me heel erg bewust van elk klein dingetje dat ik doe in mijn lichaam. Dus omdat het natuurlijk zo minimalistisch is allemaal. Een klein kijken naar daar, of een klein beweging met je vingers is eigenlijk al een groot ding, omdat alles redelijk, het is een stille, trage voorstelling. Peter schrijft zo'n beeldende taal, dat ook de motor is van de voorstelling. En ik denk dat we dat ook gebruiken heel erg. Dat we elkaars stemmen horen. Mm. En we spelen met oortjes in. Met koptelefoons in. En ik hoor Lien de stem en Lien hoort mijn stem de hele tijd in mijn oor. Ja, we kunnen eigenlijk zo zacht praten als we willen. Ja, dus want het is ook versterkt. Ja. Eigenlijk, ik heb nog nooit zo zacht kunnen praten op toneel. Nee, dat is heel fijn. Zo elk zuchtje, elk geluid is hoorbaar en het speelt ook mee zo. Eigenlijk, het maakt ook alles zeer intiem. Ja. Doorheen heel de voorstelling hebben wij een soort band die intiem is, toch wel. En wat tevens denk ik ook een thema is van de voorstelling, intimiteit tussen deze twee figuren. Gewoon een zeer intieme voorstelling alsof die twee mensen eigenlijk aan de rand van een bed zitten of zelfs in een bed liggen en jij ertussen ligt en luistert wat hun gedachten zijn. Enfin, zoiets, iets heel fragiels waarbij je getuige bent van iets universeels, namelijk wat wil iedereen zo weinig mogelijk ongelukkig zijn, zoiets. De opwinding als ik de derde brief onder uw voordeur schuif. Ik denk dat die voorstelling ook die openheid heeft. En dat je als publiek zelf je associaties daarin legt. Liefst, hè? Toch? Ja, tuurlijk. En dat wij niet alles invullen. Nee. Niet met stem, niet met licht, niet met decor. Zelfs niet met hele uitgesproken emoties. Absoluut niet. Het is toch een hele... Waardoor het ruimte is voor de toeschouwer om het zelf
om het zelf in te vullen en zijn fantasie te gebruiken en te projecteren op je eigen leven eigenlijk. Ja. Toch?